Elst was gisteren al in carnavalsfeer. Ruim 8000 toeschouwers, onder wie ook de kersverse bondscoach Paul van Imst, ooit nog speler van Eendracht. Amper 2 minuten gespeeld, Rups wordt opgejaagd door De Rijk, verliest de bal, Shabadi steekt door en Eekhout scoort beheerst 1-0. Aalst speelt echter verkrampt en Turnhout komt in de wedstrijd. Ruts via de voet van Kanu over doelman De Schrijver in doel. 1-1 en zo bleef het ook tot aan de rust. Aalst is nog niet aan het feest. De tweede helft begint op dezelfde manier als de eerste. Vrijschop Limpens, doelman van Gorp verkijkt zich op de hoge bal en Shabadi komt binnen. Shabadi de vervanger van de geschorste Shunga. Vrijschop voor Turnhout met Van der Stenen. De bal valt voor de voet van Thierry Geudes en de stand is weer gelijk, 2-2. Maar stilaan komt de klasse van Aalst toch boven. Een vrijschop van Droeven en dan Mandiangu die zich knap vrijmaakt en schitterend scoort. 3-2. En voorzitter Goedals blaast van opluchting. 5 minuten later, Shabadi stuurt Eekhout in de ruimte. Silverans trekt aan de noodrem. En scheidsrechter Dombre trekt de rode kaart. Aalst is nu ontketend. Een verre pas van Droeven naar Mandiangu. De Zaire is slecht gemeten terug voor Eekhout en die haalt verschroeiend uit. Het tweede doelpunt van een knap spelende Eekhout.